Sporenvormende bacteriën groeien als vegetatieve cellen en gaan zich delen wanneer de nutriënten aanwezig zijn en de leefomstandigheden gunstig zijn. Van zodra de leefomstandigheden ongunstig worden, omgeven sommige bacteriën een deel van hun celinhoud met een stevig omhulsel en vormen zo endosporen. Eerst zal het DNA versmallen en zal zich in de lengte van de cel uitspreiden. De vegetatieve cel wordt nu de moedercel genoemd. Je ziet dat er hier twee delen worden gevormd binnenin de moedercel. Het membraan van de moedercel zal het nieuwe membraan van de voorsporen omsingelen, zodat er bij de voorsporen een soort van dubbele laag rond DNA komt. Wanneer deze fase is afgewerkt, zal het DNA van de moedercel afbreken. Tussen de twee membranen van de voorsporen wordt een dikke laag aangelegd, bestaande uit vetten. Hierna zal er binnenin de sporen calcium komen en als gevolg daarvan water uit de endosporen gaan. Hierdoor wordt een vetlaagje gecreëerd en de sporen is nu rijp. De buitenste laag van de endosporen noemen we over het algemeen het kapsel. Dit beschermt de endosporen voor ongunstige omgevingsfactoren. Zelfs na tientallen jaren invriezen, een uur lang koken of na blootstelling aan krachtige ontsmettingsmiddelen kan de endosporen, wanneer de omgevingsfactoren terug gunstig worden, kiemen en door deling nieuwe bacteriën doen ontstaan.